Ja, klopt. Laat ik beginnen. Jij had het over disclaimers. Ik wil ook graag een disclaimer maken dat ik hier echt met heel grote tegenzin zit. Hè, ja. Want ik wil absoluut. Ja, Leuk het niet. Nee, Pedro of Pieter Kuit en Jade Kuiten schaden. Ik heb het in de afgelopen maanden ervaren als zeer loyale, hardwerkende, volgens mij goede mensen. Want we hebben elkaar nodig in deze tijd. Er is al heel veel kwaadsprekerij over controlled opposition, et cetera. Laten we nou in godsnaam niet. Elkaar tegenwerken. Maar goed, vandaag zijn ze dus. Uh, wat is het vandaag? 27 oktober. Met een, een, een soort persbericht gekomen waarin wij worden genoemd. Ik als persoon, maar ook blackboxes. We kunnen niet anders dan in ieder geval reageren. Welkom bij Café Welsmers. Ik zit hier aan tafel met Tom Zwitser van De Blauwe Tijger. En Flavio Pasquino van Blackbox, voor jullie allemaal bekenden, voor mij ook. Uh, we zitten hier eigenlijk voor een heel speciale situatie. Uh, er is reuring bij de nieuwe media en daar willen we heel graag wat over zeggen met elkaar. Uh, zal ik beginnen gewoon met Tom? Wat is er aan de hand? Waarom zitten wij? Hier? Mag ik dat uitleggen? Ja, ja. is goed. Uh, ja, goed. Wij hebben natuurlijk. Uh, het gaat over de buitenparlementaire onderzoekscommissie 2020. Daar hebben wij twee rapporten van uitgegeven als uitgeverij en in de studio van Blue Tiger hebben we daar ook een aantal uitzendingen mee gemaakt. Um, en dat eerste rapport, dat was uh, fantastisch, een mooi rapport. Iedereen is gewoon onder eigen naam die daarin getuigt is, heeft onder eigen naam. Volgens mij is er één rapportje of één getuigenis anoniem, maar de rest is gewoon transparant. Uh, en toen kwam het uh, tweede rapport, het rapport, dus met uh, agenten. Er staan een uh, bakweg 80 agenten in dat rapport die getuigen voor de commissie. En uh, wij hebben dat uh, rapport willen uitgeven ook, maar wel onder het beding dat die agenten. dat, dat, dat die echtheid van de getuigenissen verifieerbaar moest zijn. Nou ja. En uh, ja, uh, we hebben het uitgegeven. En op de dag dat wij dat presenteerden bij ons in de studio met uh, vader en dochter Kuit. Uh, was er nogal consternatie? Uh, die, uh, er bleken allerlei bedreigingen binnen te zijn gekomen. Waardoor de presentatie met die 80 agenten niet kon doorgaan. Uh, en dat was per e-mail en telefonisch gebeurd. Dat zou op de locatie gebeurd zijn waar eerder een bijeenkomst uh, was gehouden, in Meen Alfen aan de Rijn. Maar goed, toen waren er allerlei bedreigingen en Pedro Kuit. Pieter Kuit, ik weet niet precies hoe hij zich uh, wil laten noemen, volgens mij is het nu Pieter Kuit. Die, uh, die vertelde dat uh, de mensen die hem bedreigden. die wisten af van de locatie, van het tijdstip. Van de, uh, en, en ja, goed, dat vond hij zo gevaarlijk dat het afgeblazen werd. Vervolgens kreeg hij nog een locatie aangeboden op Urk. Vervolgens kreeg hij nog een locatie aangeboden bij Blackbox. Daar mag uh, Flavio straks over vertellen. Ja. En daarna nog bij mij. En daarna nog een keer in Herenveen. En nu is er geloof ik nog iets in het spel. Elke maand is er een locatie en het gaat nooit door. Dus de getuigenissen zijn nog steeds niet geverifieerd. En wij hebben dus uh, sinds dat het boek uit is, en sinds wij die presentatie bij ons in eigen huis hebben willen het houden, en sinds dat ook afgeblazen is... hebben wij dus rondgebeld met iedereen rond die BPOC... alle uh, leden van de Raad van Advies... met de vraag van, nou, hebben jullie dan die getuigenissen gezien? Kunnen jullie verifiëren of die getuigenissen echt zijn? En ja, daar is toch wel enige druk uitgeoefend op, dat, uh, op vader en dochter Kuit om daarover openheid te geven. En niemand heeft tot nog toe één video gezien met die tachtig agenten. Misschien mag ik er eventjes uh, op inhaken... Ja. Uh, kijk, er is, wat jij al zegt, het eerste rapport was goed. Ja. Dat horen wij ook van ja. alle kanten. Deze. We Deze. hebben, we Deze. hebben ja. Frank Sademan in ons midden, die heeft ook bijgedragen aan die rapport. En hij zegt, daar is echt daar is niets op aan te merken. Ja. Inhoudelijk goed, uh, klopt allemaal. Dus de rol van BPOC 2020 is daarmee eigenlijk heel erg bevestigend geweest. Voor ons allemaal, voor de, zeg maar, de alternatieve media. Ze kregen, hadden een, echte, een eigen rol. wat anders is dan wanneer je gewoon een, 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 een interview houdt. Ze hè, hebben dus zichzelf echt daar een, echt mee verhoor. gelanceerd. Ja, ja. Het waren verloren. Ja. Dus het belang daarvan, van BPOC, is, is heel groot. Dat is ook de reden waarom we hier zitten. Dat wil ik even echt benadrukken. Uh, er zijn nu twijfels. Hè? Dit is het tweede project ja. van BPOC. Er zijn twijfels gerezen. Dat is al een aantal weken aan de gang. Je hebt dat goed beschreven. Een aantal maanden. Of een aantal het boek maanden is voor de, de zomer verschenen, ik meen eind juni. Ik weet de dag niet precies meer. Dus dat, sindsdien proberen wij toch uh, de, ja, van hun uh, verificatie los te krijgen om, om, die, om te weten dat die 80 agenten echt bestaan. Ja. Nou. Dat precies. Dat, uh, ik heb, nou, moet ik even de rol van weltsmets hierin. Want wij hebben relatief weinig met BPOC 2020 te maken gehad. Mm. Uh, het klikte gewoon niet, laat ik het daarop houden. Tussen personen. Uh, dat kan echt ook aan mij liggen. Uh, dus dat, daar wil ik niemand uh, voor aanwijzen. Uh, maar als iets niet helemaal klikt, dan doe je het niet zo snel, mm. denk ik. Of het moet wel heel erg. Uh, nou ja, goed, dat is de, daar gelaten. Uh, ik heb. Uh, ik kreeg een telefoontje vorige week, uh, na aanleiding van de publicatie op de website van BPOC, over het feit dat er toch wel heel erg obstructie was geweest tussen, he, door de, door de alternatieve media, zoals ze dat noemen. Daar werden geen namen genoemd. Uh, er werd uh, 10k gevraagd voor de opnames, uh, het moest onder bepaalde labels gebeuren, et cetera. En uh, ja, laat, het, la, laat duidelijk ja. zijn, wij hebben dat nooit gevraagd. Ze nee. suggereren steeds dat we dat hebben gedaan, maar de, ja. dat, dat zal straks ook wel blijken. Dat is ja. dus niet gebeurd. Maar Wetsmens werd dus gebeld hè, door verschillende mensen en ja. van zijn jullie dat? Ja. Hè, een boze oh, stem, ja. oh. Zijn jullie dat? Okay. Toen dacht ik van ja, nee. In ieder geval met mij is het niet gebeurd. Er ja. zijn wat meer mensen binnen Wetsmens waar het wellicht uh, een gesprek over geweest zijn. Dat weet ik niet. Uh, dus ik heb direct heb ik, uh, heb ik uh, Pedro gebeld. En uh, gevraagd van, is, noem jij weltsmets? Is dit weltsmets? Nee, zegt hij, absoluut niet. Het is niet weltsmets. En vervolgens werden de namen genoemd. Um, nou, moet ik zeggen, uh, ik, uh, ik was wel bezorgd over uh, reputatie. Hè? De, daarom zitten we hier ook, denk ik. Um, ik heb hem uitgenodigd en hij is toen met Jade, zijn dochter, die ook rivier is in het geheel. Samen beheersen ze de, de activiteit. Uh, zijn ze hier aan tafel geweest? Was in principe een prettig gesprek. En um, daar kwam in naar voren dat um, ik heb hem daarin laten zeggen dat Weldsmerch inderdaad niet uh, genoemd is, hè? dat dat niet een van de, de alternatieve media is. Dat was voor mij heel uh, geruststellend. Um, en vervolgens uh, kwam op een gegeven moment die disclaimer van jou. Je had een ja. disclaimer genoemd ja. op jouw uh, website. En ik. Vond dat raar omdat, en dat heb ik ook uitgesproken in die, uh, in die aflevering, die overigens nooit online komt en ook is gekomen. Uh, omdat, ja, je geeft iets uit en dan sta je erachter. En als je er niet achter staat, dan geef je het niet uit. Ja. Dat was mijn eerste reactie. Uh, achteraf begrijp ik hoe het wel gegaan is. En uh, snap ik ook dat je inderdaad niet anders kan dan, dan een disclaimer plaatsen. Dat op hebben we sinds een aantal weken hebben we dat erbij gezet. Ja. Uh, ook nog omdat wij het gevoel hadden dat hij echt weer de boel op zijn beloop liet en weer die, die presentatie met die agenten maar uitstelde en uitstelde. Omdat er namelijk niet echt concrete druk was om dat te gaan doen. En daarom hebben wij uiteindelijk die disclaimer bij het boek op de website uh, gezet. Dat we niet kunnen instaan, of dat die getuigenissen tot nu toe niet geverifieerd zijn. En we niet kunnen instaan voor de echtheid van de getuigenissen. Ja. Nou ja, dat hebben we dan eigenlijk, uh, hoeveel maanden na eind juni zitten we? Een stuk of vier, vijf maanden. Ja hebben we na die tijd wel echt moeten doen, uh, ja, ook omdat vier vijf mogelijke presentaties allemaal door Pedro zijn afgeblazen, Pieter Kuit, en uh, ja, dan, dan houdt het een keer op. Ook niemand om hem heen krijgt die video's te zien en hij schermt met van alles. Ja, dan kunnen wij niet anders dan hmm. deze verklaring erbij zetten, maar ook natuurlijk in de hoop dat hij dat dat het nou wel een keer opschiet en dat hij met die agenten naar buiten komt. Nou, dat... en dat is. En, en misschien, uh, Flavio, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Jij hebt eigenlijk een soort gelijke ervaring, <tie> heb ik begrepen. Want ik ben ja. iedereen afgegaan. Maar de, 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 graag jou. Uh, ja, klopt. Laat, laat ik beginnen. Jij had het over disclaimers. Ik wil ook graag een disclaimer maken dat ik hier uh, echt met heel uh, grote tegenzin zit. Hè, ja. Want ik wil absoluut ja, leuk. Niets het. Is het niets. Nee, uh, uh, Pedro of Pieter Kuit en Jade schaden. Ik heb het uh, in de afgelopen maanden ervaren als zeer uh, loyale, hardwerkende. Volgens mij goede mensen. Uh, dus ik wil, hun, ik wil absoluut niet kwaadspreken. Uh, ja, we hebben de afgelopen dagen contact gehad, omdat het natuurlijk wat rommelde. En ik heb steeds gezegd: ja, laten we even wachten met, met, met het maken van een uitzending. Omdat we natuurlijk niet willen dat we de BPOC uh, ja, kapot maken of wat dan ook. Uh, want we hebben elkaar nodig in deze tijd. Hè, er is al heel veel kwaadsprekerij over controlled opposition, et cetera. Laten we nou in godsnaam niet. Elkaar tegenwerken. Maar goed, vandaag zijn ze dus, uh, wat is het, vandaag 27 oktober, met een, een, een soort persbericht gekomen waarin wij worden genoemd. Ik als persoon, maar ook blackbox. Dus we kunnen niet anders dan in ieder geval reageren. En als ik dan uh, de chronologie van het verhaal uh, ten aanzien van ons uh, uh, wil uitleggen, dan komt het op neer dat we vanaf het begin eigenlijk hebben gezegd: we omarmen het hele project volledig. We hebben drie uitzendingen gemaakt waarin we uh, ja, ons best hebben gedaan om de BPOC zo goed mogelijk uh, een podium te geven, uh, ruim 300.000 views. Dus daarmee hebben we ze ook een beetje geholpen om uh, op de kaart te komen. En uh, op een gegeven moment kwam dat verhaal van die 80 politieagenten. Dat vertelde Pedro bij mij in de studio terloops. En toen zei ik, ja, maar dit moeten we goed aanpakken. Ik wil jou helpen. Uh, om met alle connecties en, en kwaliteiten die ik heb met mijn netwerk... Ja. om er een professionele uitzending van te maken. Want hoe mooi is het nou als je tachtig agenten goed in beeld kan zetten... Met een, met een, in een goede studio, met licht en, en, en alles goed geplaceerd. Met, 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 uh, uh, we zitten natuurlijk ook in een anderhalve meter samenleving. Nou, daar hadden we allemaal ideeën over. Stel dat er uh, een inval zou komen, dat we dat ook nog eens zo zouden kunnen managen... dat we binnen de, de lijntjes zouden kleuren... Ja. Um, maar om een lang ja, verhaal kort te maken... Hij was heel bang voor, voor, die inval. Hij, hij, hij heel... was heel erg bang voor, voor, voor invallen. Ja. En, en zelfs nog de, maar goed, dat, dat mag allemaal. Maar wij hebben heel erg ons best gedaan... om op een gegeven moment een, een, een hele grote productie uh, op te tuigen. Nou, Pedro is nogal... Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, uh, heeft graag controle over de zaak. Snap ik ook allemaal. Bemoeide zich nogal tegen die productie aan. Toen op een gegeven moment dacht ik van... Nou, dat gaat niet werken. Want er moet iemand de leiding hebben over die productie. Het is complex. Je maakt niet zomaar een live uitzending. En toen heb ik zelfs een sponsor gevonden voor ruim 20.000 euro. Die zei van, ja, dit moet gewoon gebeuren. Het is belangrijk. Wij ja. betalen dit. Uh, en we hadden eigenlijk alles geregeld. En tot mijn verbazing, uh, ja, blies hij het af. Omdat hij vond dat Blackbox het naar zich toe trok. En toen dacht ik van, ja, ja zo kun je het interpreteren. Maar ik, ik ontzorg ja. hem. Ik probeer alles... Ik, bedoel, het is niet, ja, ik, ik, ik zou het dan inderdaad presenteren. Maar ja, iemand moet het natuurlijk wel inleiden, zo'n programma. Je gaat niet zomaar een paar mensen uh, op een zender gooien. Uh, maar dat vond hij toch allemaal niet prettig. En, en, en daar is het op gestrand. Dat vond ik heel raar. En toen dacht ik van, ja... En we hebben toen allerlei kosten nog gehad. We hebben allerlei leveranciers die zeiden van... Jezus, we hebben al kosten gemaakt. Die hebben dat allemaal weggestreept. Dus we ja. hebben er nog eigenlijk best wel wat schade op geleden. Maar ja, weet je, je denkt dan op een gegeven moment... Uh, het zal allemaal wel voor de goede zaak. Um, en daar is het uh, blijven zitten. Daarna heb ik Pedro en Jade niet meer gesproken. Totdat jij mij belde dat ja. jij een gelijksoortige ervaring had. En toen dacht ik wel: van ja. Dat is raar. Dit is raar. Eén in één is twee. Ja. Maar ja, ja, we weten niks. Ik wil hier ook helemaal niemand vals beschuldigen. Maar het is wel nou, vreemd dat die gaande is. Ja, AG. dus. Ja, sorry. Ik heb, uh, eigenlijk, ik, heb, ik heb Flavio gebeld uit een, een vorm van wederhoor. Hè, want uh, wij hadden een rare situatie. Uh, Vla, uh, Pedro die kwam bij me en die zei: van uh, ja, ik heb het met uh, blackbox afgeblazen. Want dat was. Uh, ja, de, Flavio was helemaal uh, voor de controle. En die, uh, wij waren eigenlijk de, het initiatief kwijt. En. Ik was eigenlijk toen zo stom, moet ik achteraf toegeven, om niet te denken van waarom ga je dan met Blackbox en Flavio in zee? Want dan wordt het Blackbox en Flavio Pasquino. Uh, anders dan moet je het zelf doen, want je kunt ook zelf een zaal huren. Hij heeft bedrijven die livestreamen voor hem. Hij heeft een zaal, hè, waar die in Alphen, uh, die locatie in Alphen zou dat uh, zou dat gebeurd zijn. Dat is onder bedreigingen afgeblazen. Maar hij had het ook ergens anders kunnen doen. Hij gaat met Blackbox in zee. En uh, ik ben zo naïef geweest om dan te zeggen van, nou ja, dan, maar dan doen wij het wel. Hè? Ja. Uh, ik heb, uh, wij hebben een ongelooflijk groot magazijn. En dat is ook nog leuk. Dan zit je een beetje in het hart van de Blauwe Tijger. En uh, wij bouwen daar gewoon een studio. Lampen, een, uh, enorme trussen met lampen, microfoons, een tafel zoals we in de... Nou ja, dat hebben we dan Blauwe Tijger Zomerstudio gedoopt. Maar dat werd echt speciaal voor hem opgetuigd. Dus uh, we hebben daar uh, 7000 euro in gestoken. Echt gewoon, ja... Zelf. En uh, drie dagen van tevoren kreeg ik een, uh, een belletje dat er een draaiboek was. Dus okay, of vier dagen van tevoren. Nou, Pedro had een draaiboek. Ik, ja, Nou, stuur maar op. Hè. Uh, dat is wel fijn, want er zijn tachtig mensen die een rol spelen. Die ja. geïnterviewd moeten worden. En, ze, en de commissie zelf is natuurlijk uh, niet alleen maar Pedro en Jade, maar ook... Uh, een, een Rico Brouwer, maar misschien een, een nog een iemand die allemaal die agenten gaan interviewen. Het wordt een hele complexe productie. Dus dat is prima als er een draaiboek is. En uh, daar stond uh, op dat draaiboek stond daar Rico Brouwer als presentator van de dag. En toen heb ik uh, bij Pedro geverifieerd: uh, ja, maar het, het is ja. bij ons. Hey, uh, ben je ooit bij ons in de studio geweest? Hij was al vier, vijf keer geweest. Ben je ooit daar bij ons geweest dat ik daar niet zat? Om, dat ik afwezig was? Dat ik zei van nou joh, doe jij het maar. Dat is, dat is natuurlijk een beetje. Ja, het was een beetje flauw, maar um, hij, hij hield vast aan die Rico Brouwer dagpresentatie. En uh, ik zei: Van nou, weet je wat? Uh, jullie doen de hele dag, maar ik doe een presentatie voor. Uh, ik heet de kijkers en de aanwezigen welkom in de studio. En ik doe ook een afsluiting. Dus vijf minuten vooraf en drie minuten achteraf. Dat was mijn soort van eindaanbod. Maar dat was allemaal. Uh, over alle, alle grenzen ging ik over en wat ik wel niet dacht. Uh, ja. Het, ging, het ging helemaal nergens meer op. Dus ik bel Rico Brouwer op. Van, joh, Pedro zegt dat jij niet van je rol afziet als presentator. en dat je dat per se wil. Ik zeg, nou, dat is helemaal niet waar. Uh, ik, ik heb tegen Pedro gezegd: joh, uh, jij doet die presentatie. Ik schik, ik schik me naar jouw wensen. Dat was uh, Rico's uh, punt. Nou ja, en uh, ik dacht: nou, oh, Pedro. Ja, je moet niet met anderen gaan uh, schermen die, uh, ja, die je naar voren schuift. Maar dat, dat was dus een, een soort rollenspel, waarbij ik eigenlijk het omgekeerde deed van jou. Hij beschuldigde jou van totale controle over die hele productie. En wat klopt. Maar ja. zo'n zo productie met tien ja. camera's is ook best complex. Ja, ja. Ja. Iemand moet dat toch ja. leiden. Absoluut. Ik zou het niet doen. Uh, nee. Ik denk ja. dan ja. controle. Ja, ja, ontzorging, maar ja. goed. Ja. En jij noemt Rico Brouwer van het, Podcast. Ja. Uh, maar ja, die is en inmiddels nee. ook gestopt, geloof klopt, ik, met ja. de samenwerking. Om, om, hetzelfde, om hetzelfde ook. Ja. Dus kijk, ik ga niet voor Rico praten. Maar, nee. uh, en, en Bart Maas, om hetzelfde. Ja. Ik ga niet voor ze spreken. Dus ik spreek uiteindelijk. Maar er zijn zoveel mensen om hun heen met hen gestopt. Nou ja, ja, om, dit, om deze redenen, deze kwestie. Ze zijn dus uh, op mijn uitnodiging zijn ze hier geweest vorige week. En ik moet zeggen, het was een uh, prettig gesprek. Ja, dat was heel enthousiast. Ja. Uh, uh, ik, ik, heb, uh, ik werd wakker geschud inderdaad door die, die disclaimer die jij had gezet. Dus ik ja. ben een rondje gaan bellen. Ik ben blij dat ik inderdaad dat gedaan heb. Uh, want toen ontstond er een bel: ik heb jou gebeld, ik heb jou gebeld, ik heb uh, even het blok uh, gebeld. Raad, heb, van advies. Uh, Raad van advies. Ja. Ik heb uh, Rico gebeld, die eigenlijk vanaf het eerste begin al daarbij betrokken is geweest. En ik krijg eigenlijk van iedereen hetzelfde verhaal. En uh, ja, het was voor mij op dat moment geen optie meer om die video uit te zenden. Want ik wil. Echt dat iets klopt. En als ik maar het gevoel krijg dat het niet klopt, dan stop ik ermee. En wat er toen gebeurde, ik heb, uh, want het is misschien interessant wel om als aanvulling, ik heb uh, Pedro gebeld en gezegd: Pedro, er zijn allerlei uh, uh, opmerkingen, gedachten, uh, je zou het roddels kunnen noemen, uh, over die 80 politieagenten. En uh, de authenticiteit wordt betwist. Dat is duidelijk. Maar om te voorkomen dat dit een eigen leven gaat leiden in, bij media waar wij nou toevallig niet zo heel erg goed gezind zijn, en dat gaat uitspelen, is het belangrijk dat dit van tafel komt. Dat was mijn argument. En uh, ik heb hem dus toen aangegeven: kom nou met die. Notaris met die verklaring, dan weten we dat het goed zit en dan kunnen we verder met elkaar. Dan is er niets aan de hand. Ja, zei Peter, eh, Pedro, eh, maar ik heb de notaris eh, eh, aangegeven dat wij zijn naam niet bekend zouden maken op het verzoek van die notaris, eh, behalve dan bij Grapperhaus zelf. De man is bang om eh, daar last van te krijgen, et cetera. Toen heb ik tegen Pedro gezegd: van nou, dat vind ik een heel Plausibel antwoord. Dan heb ik daar een oplossing voor. En dat is dat wij onze notaris in contact brengen met jouw notaris. Dan krijgen wij van onze notaris te horen dat het klopt. Verder hoeven we niets te weten, we hoeven geen, verder geen, zijn naam niet te kennen, et cetera. Maar dan weten we dat het klopt. En dan kan ik naar iedereen toegeven: jongens, we kunnen rustig door, et cetera. Ja, en toen werd Pedro boos en dat hij geen, uh, geen, geen uh, samenwerking wil met wie dan ook. En daar werden jullie genoemd, maar ook wel zei dus ja. En uh, to, ja, het werd, uh, werd. Ja, maar dit is raar. Hè? Kijk, wij hebben ook bij de live uitzending op de dam hebben wij ook een uh, notaris gehad die alleen maar hoefde te valideren of er daadwerkelijk in dit geval 25.000 mensen waren, wat geteld ja. is. Een notaris is in principe een neutraal iemand. Die ja. kun je inhuren. Ja. En die hoeft helemaal niet partijdig te zijn, sterker nog. Dat is wenselijk. Dat hoort zelfs. hij niet. Ja, te zijn. notaris nee, nee. constateert ja. alleen: klopt het of klopt, ja, klopt het, het niet. Het en voor niet. de rest is hij niet. Dus nee. het is heel ja. raar, vind ik, ja. dat een notaris zich bedreigd zou voelen. bij het valideren van of iets wel of niet klopt. Want dat betekent helemaal niet dat die notaris vindt dat het goed is wat er gebeurt. Ja, maar de, de, hij, doet al, hij oefent alleen zijn ambt uit. Klopt. Dus. Dat maar, vind ja, ik op zich theoretisch, al... Theoretisch, ja. Ja, ja, ja maar dat, dat is inderdaad ja. theoretisch. Zo hoort ja. het en zo was het ook ja, altijd. Ja, maar, ja, goed, ja. maar we zitten in een heel andere samenleving op dit moment... waarbij allerlei spanningen zijn en... en, en ja, maar bij een advocaat eh, kan ik nog begrijpen... want dan ga je iemand verdedigen... Nee, maar ja, een notaris al, hoeft alleen ook, maar te valideren. Ik valideer. heb notarissen ja, mee gemaakt ja, van hand. Dus, dat de notarissen meegemaakt ja, Dus hand. Dat kan allemaal wel wezen. Ja, ja, ja. Maar ik dacht van... ik heb een oplossing. Ik heb een oplossing. Het is een elegante oplossing. En niemand kan zich hier aan storen verder. Dus, uh, maar dat ging gewoon niet door. En ja, dan is het ook een kwestie. Ik heb toen weer opnieuw met jullie contact opgenomen en gezegd: van, ja, volgens mij klopt het ook inderdaad niet. En uh, wat, wat kunnen we doen? Want het grote probleem is: en dat hebben jullie gelukkig onderschreven: het grote probleem is dat als dit uh, op een foute manier behandeld wordt in de media. En zeker, hè, we zitten in een mediaoorlog, dat zou je kunnen zeggen, een informatieoorlog. Als dit op een verkeerde manier wordt uitgelegd dat wij als nieuwe media uh, zo ja. makkelijk met, uh, met informatie omgaan, ongeverifieerd, ja. et cetera. Dan worden we afgebrand. Of je er nou wel bij betrokken bent of niet. Iedereen is dan besmet. En één maar ding je, willen je. We... Je weet het, je kent het klappen van de zweepmax. In 2013 ben jij ook begonnen, ja. toch? Ja. Net, ik als uitgever, jij met weltsmerts. En uh, er is één ding wat je niet kan gebeuren uh, of mag gebeuren, en dat is uh, ja dat, dat is plagiaat. Of uh, mensen die zelf gaan, dingen gaan verzinnen, dat wil je als media of als medium, wil je dat niet in je stal hebben. Nee. Nee, maar dat, dat weten nee. we dus niet. Hè? Dus we moeten niet. ook gewoon nee. heel voorzichtig zijn. Nee. Ik ga hier niet roepen dat het niet klopt bij de BPOC. Wat ik vervelend vind, is dat er vandaag een persbericht uitgaat. Waarin ze eigenlijk uh, de aanval openen en mij daar ook uh, met blackbox noemen. Um, en, en, en eigenlijk uh, aangeven dat wij. Uh, hier staat uh, dat wij ons eigen aandeel in het af afblazen van het evenement verzwijgen. Ja, ik, ik, ja, heb, hij ik heb het af. Ik heb nooit iets gezegd, dus ik kan ook niks ja. verzwijgen. Want ik heb nooit iets geuit. Ik heb ja. nooit iets gezegd over de BPOC. Dus hoe zou ik iets kunnen verzwijgen? Er is ja. mij nooit iets gevraagd. Ja, nee. Dus het is heel raar. En wij hebben het ook nooit afgeblazen. Ja. Ik heb <laughs> sponsoren meegebracht. Schade geleden en ja. hij wilde niet, omdat hij vond dat ik te veel controle nam. Nou, oké, okay, prima. Ik heb no hard, hard feelings. Ik heb gewoon gezegd, nou, dan doen we het niet. Nee. Punt. Nee. nee. Dus ik ben, nooit, ik ben ook nooit boos geweest wel. op de man. Ik heb alleen ja. gedacht, ja, wat vervelend, ja. maar dan doen we het ja. niet. Ja. En ik zou iets verzwijgen. Ja, ik zou niet weten waarom ik iets verzwijg als er geen probleem is. Um, ja, en, en, en er staan allemaal hele rare dingen in dat wij de, uh, de, de leden van de, de Raad van Advies onder druk zouden hebben gezet om afstand te nemen van de commissie. Nou, dat vind ik ook een heel negatief verhaal. Uh, ik kan hier wel bevestigen dat ik contact heb gehad met een van de leden van ja. uh, de Raad van Advies. En hem heb gevraagd: hoe denk jij erover? Nou, en die mensen hadden ook hun zorgen. En ik heb wel gezegd: hè, wij zitten hier vandaag omdat we ons nu een beetje moeten verdedigen. ook omdat BPOC zelf naar buiten treedt. Uh, daarmee opende ze eigenlijk het offensief. Heel jammer, had allemaal niet gehoeven. We hadden ook met elkaar even kunnen bellen. Dat heeft hij niet gedaan. Uh, maar die, die leden van, van, van een raad van advies, die, die hebben zelf ook grote zorgen. En ik heb gezegd, nou kijk, als jullie zouden aftreden, dan is dat voor mij het signaal. van: Ja, oké, okay, dan is er kennelijk iets niet in de haak. Maar ik heb nooit gezegd, ik wil dat jullie aftreden. Nee, nee, ik heb alleen gezegd, nee, nee. als dat gebeurt, laat het me nee. weten, want dan weet ik... Dat jullie ook het vertrouwen hebben opgezegd. Want ik kan niet toetsen of het klopt. Punt. Nee. Dus ik ga ook niet beweren dat er iets niet klopt. Ik vind het alleen wel een hele rare gang van zaken. En ik hoop uh, vanuit het diepste van mijn hart dat er 27 november is, nu de datum niet genoemd is door uh, de PPOC, dat zij ook daadwerkelijk naar buiten treden met die 80 agenten. Want dat zou in het landsbelang en ook in, het, in, in de geloofwaardigheid van dit soort platformen natuurlijk wel heel goed zijn, want, ja. want, want, want niemand is erbij gebaat als dit niet blijkt te kloppen. Ja, maar ja. De, het grote probleem wat ik er persoonlijk mee heb, dat is dat uh, even los van het feit dat ik relatief weinig hiermee te maken heb, maar wel vanaf vanuit het, het idee van de, de nieuwe platforms daar een mening over heb. Uh, het is heel belangrijk dat wij uh, in staat zijn om te praten uh, uh, over de integriteit van wat we doen. En als wij ergens het gevoel hebben dat iets niet klopt, vind ik ook dat we zo stoer moeten zijn om dat gewoon op tafel te leggen. En ja. dat doen we nu. Ik, uh, ik, ik ben dat gewend om met korte verklaringen, hetzij bij zo'n boek, hetzij op Twitter, een korte verklaring te geven, zakelijk, korte reden weer te geven. Dat hebben we ook met Haag Plug gedaan. En dat zitten, gaan we verder nergens, nooit meer gaan we daarop in. Nee, maar jij nee. zegt stoer wezen om, om, om een verklaring te geven. Als de BPOC niet zelf vandaag op 27 oktober naar buiten was gekomen met deze ja. Ja, rare zaken waarin ze ons schaden, had ik hier niet gezeten. Nee, omdat het ik, vind, ja, omdat ja. ik vind, als je geen bewijs hebt dat er iets niet in de haak is, ik heb geen bewijs, ik heb alleen een raar gevoel erbij, dan had ik nooit hier iets geroepen, want ik wil namelijk de BPOC niet schaden. Nee. Want misschien klopt het wel. En dan ja. ga je hier natuurlijk niet uh, verdachtmakingen uitingen. Dat vind, dat, vind, vind ik, dat vind ik zou ik heel schadelijk vinden. Heel kwalijk vinden van mezelf als ik te doen. Maar ik moet nu wel... Uh, hè, want wij krijgen nu allerlei mailtjes binnen. Ja. En allemaal comments van mensen onder video's van... Ja, en jullie, uh, jullie uh, mes in de rug van controlled de BBC. Opposition. Ja, nou, nu nou. zijn wij weer Controlled Opposition. Terwijl ik ja. heb verdomme uh, drie uitzendingen gemaakt met liefde... Ik heb, ik heb nog steeds een, een warm gevoel bij die mensen. Maar ik, ja, het, het, het wordt nu wel een, een, een beetje een, een moddergevecht. En oh, ik wil graag duidelijk maken dat, ja, dat wat hier staat gewoon feitelijk onjuist is. Ja, maar ik, ik wil er toch iets aan toevoegen. Want ik vind het heel goed dat je dit zegt. Dit geldt voor mij ook, of althans voor welsmensen ook. Maar ik wil er wel iets aan toevoegen. En dat is dat de rol en de functie van BPOC is. Van enorm belang. Zeker. En daar staat echt tegenover, en dat, dat is dan ook naar Pedro toe. Daar staat tegenover dat je het helder, transparant bent en dat je daar oprecht mee omgaat, ook naar je omgeving toe. Ja. En iedereen die daarbij betrokken is. En op het moment dat daar twijfels over zijn, dan neem je ze acuut weg. Dat is het eerste wat je doet. En dit loopt dus al maanden, begrijp ik. Ja. En dat vind ik verwijtbaar. Jawel, maar kijk, het zou nog onkunde of een beginnersfout of goed bedoeld amateurisme kunnen zijn. Geef het een naam. Kijk, ik, ik, ik geloof best, hè, ik, ik, zie, ik zie die filmpjes ook van hun steeds op hun YouTube kanaal. Volgens mij werken ze knijterhard. Ja. Dus ik, ik denk echt wel dat die mensen hun beste beentje voortzetten, voorzetten. Maar om hier nu uh, ja, ons uh, in, in zo'n persverklaring eigenlijk... Uh, weg, te ja, weg te zetten. Alsof... Een beetje een paniekreactie eigenlijk. Ja, alsof, het, als, uh, als, uh, als, alsof wij kwaad spreken over hen. Wat we nooit hebben gedaan. Ja, nog ik heb, nooit. Ik heb alles achter de schermen gedaan... om die verklaringen geverifieerd te krijgen. Echt alles. En toen ik niet anders kon... heb ik een korte disclaimer bij dat boek gezet... Op, in onze webwinkel. Simpelweg met... het, het is een fantastisch project. Het, het, dat eerste boek is sowieso helemaal transparant. Van ja. die tweede kunnen we tot nog toe niet verifiëren. Dat hebben we gedaan... Nadat ik, nadat Pedro bij ons de zaak opgezegd heeft. En wij zaten drie dagen van tevoren in één keer met een, ja, een lege studio. Ketra kon nog maar net op tijd afgezegd worden. Was voor honderd man eten besteld. Ja, dat zijn grote dingen voor ons. Nog afgezien van de hele studio zelf die opgebouwd is. Toen ben ik gaan rondbellen. Jou, Rico Brouwer, de raad van advies. Dus dat even te blok met name. Um, die om... om te kijken van hoe krijgen we dit los. Hè? Gaat Pedro het dan een keer elders doen? Wat, wat, ja, maar feit is dus we? dat er niemand is buiten Pedro Kuit en Jade Kuit mm -hmm. die kunnen bevestigen. Dus ook niet de Raad van het Zwarte. Ja, dat ook niet. Ja, dat heeft ze niet gezien. Niemand nee. kan bevestigen of die agenten ja. er ooit waren. Ja. En, um, nee, dat is geen materiaal. Ja, dat betekent ja. niet dat nee. ze er niet zijn nee. geweest. Nee. nee. Hè? nee. nee. Maar er is ieder, niemand kan het verifiëren. Nee. Dat is natuurlijk ja, wel heel vervelend. Dat is heel vervelend, vooral omdat het dus om een heel belangrijk uh, project gaat. Ja. En wij met z'n drieën eigenlijk dat los hebben gelaten vanuit het vertrouwen wat we stelden in de BPOC. Blind vertrouwen. Blind vertrouwen. Blind vertrouwen. Ja, misschien naïef, maar ja. ik, ik heb blind vertrouwen. Nog steeds heb ik blind vertrouwen. 27 november Maar je gaan kan ze niet hebben... anders dan blind vertrouwen. <laughs> ik, ja, maar. Ik, ik, ja. Ja, ik, ik hoop het echt met, met iedereen die ja. volgens mij het beste voor heeft met, met, met de toekomst van dit land, dat het klopt. Ja. Want het zou zo schadelijk zijn. Het is waanzinnig schadelijk gebeuren. Nou, het zou zo mooi zijn in ons verweer naar deze overheid toe. dat we die 80 interviews ja. hebben. Want ja. daar gaat het om. Het gaat mij niet om de familie Kuit. Maar mind you, 27 november 2021, dat is bijna 1 december. Kunnen we eigenlijk wel donder op zeggen dat de coronamaatregelen dusdanig zijn aangescherpt dat dit evenement natuurlijk never nooit doorgaat? Nee, dus doen, ja. de timing is natuurlijk nee. uh, bijzonder onhandig. Ja. Want ik kan me niet voorstellen, want je hebt 80 man, dan heb je ook nog een beetje crew, dan zit je daar misschien met 110 mensen. Ja, ja we weten nu wel wat de overheid aan het doen is. Uh, ja. Dat gaat nooit zonder mondkappen en uh, coronatoegangsbewijzen. Ja. Nou, dat evenement gaat niet door. Dus ja. daar zitten we alweer. Nee, ik... In 2022. Ja, dat past in het stramien van steeds maar weer uitstellen, steeds maar afzeggen, uitstellen. Nieuwe datum plannen en dan weer afzeggen, uitstellen, nieuwe datum, weer. Dat is nu, dit is de zesde keer. Ik, ik wil het wel eens even op een rijtje zetten. Toen dat toen boek gepresenteerd werd, toen was dus net die bedreigingen Dat zou dus in Alphen aan de Rijn gebeuren. Daarna kwam jij, denk de, een maand later. In augustus heb ik het aangeboden. Daarna was Herenveen en nu heeft hij het over een locatie. Uh, nou ja, goed, ik ga hem niet noemen, maar dat is niet Herenveen. Ja. Um, dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5. Uh, ja, ik kan niet meer tellen, maar goed. Ja, dat begint een beetje grotesk te worden. En ook de notarisverklaring is een heel verhaal op zich. Want er was vanaf het begin af aan, zwaaide hij me nee, er komt een notarisverklaring. Dat was zijn excuus toen het afgeblazen werd wegens bedreigingen. Nee, we gaan een notarisverklaring regelen. Nou, ik, daar was ik natuurlijk blij mee. Uh, moet natuurlijk wel afhangen van de precieze bewoordingen van die notarisverklaring. Heeft die notaris de video's werkelijk gezien, of ja. heeft hij de agenten alle 80 kunnen identificeren aan de hand van badges of recht in hun gezicht, dat hij in ieder geval weet van, nou, dat zijn 80 verschillende agenten geweest, en dat dat dan ook in die notarisverklaring zo genoemd wordt. Uh, toen ik de presentatie bij ons in de nieuwe studio voor hem gebouwd zou gaan houden... toen was die notarisverklaring, uh, kwam weer van stal. Maar toen later bleek vanuit de leden van de Raad van Advies... nou, die notaris is weggelopen. De advocaat is weggelopen. Ze hebben allemaal gevraagd om die video's te zien. Uh, daarna kwam er in één keer weer een notarisverklaring om de hoek... en toen kwam jouw verhaal daar overheen. Uh, dus uh, ongeverifieerde getuigen verhoren moeten geverifieerd worden door een notarisverklaring, die niet geverifieerd kan worden. Als jij dan aanbiedt om dan nog een notaris over de notaris heen, ja, dat, ik vind het slapstick. Sorry. wat ja, ik er nog aan ik, toe. Ja. Echt, ik schoot in de lach, Max. Ja, ja. Ik weet niet hoe jij ja. het hebt ervaren, maar uh, wij hadden een, een productiedatum op een gegeven moment gepland, en die is op een gegeven moment, hadden we een aantal opties. Uh, en toen zei ik ook tegen Pedro, hoe gaan we dat in godsnaam coördineren, dat die mannen er ook allemaal zijn? Ja. 80 mannen met, met, ja. met, met, met gezinnen. Met auto's. Uh, met auto's, uh, maar, ja. maar, maar, maar ook met een eigen. Uh, ja, die, die, eigen de, die, die, die werken ook nog mm. voor de politie, dus ja. die moeten dan vrijvragen. Ja. Geen enkel probleem, die mannen die komen 100%. Ze, zeggen daar hun, ze melden zich ziek bij hun baas of ze zeggen de voetbal van hun zoontje op, maar ze komen. Toen dacht ik al van, nou dat is knap. 80 keer, dat je 80, met 80 mannen 80 mensen, met één ja. druk op de knop ja. kan laten komen als jij ze oproept. Dat ja. je niet hoeft af te stemmen. Exact dat je... die actieve was bij mij uh, bij mij ook, ja. Dus ik was, ik was eigenlijk onder de indruk, ik denk ik zo, die heeft, uh, die heeft een enorme tevormen. loyaliteit bij ja. die mannen. Maar ja. Ja, ik heb heel wat producties georganiseerd. Ik weet hoe het is om een paar mensen bij elkaar te krijgen. Vier. Is al een het vraagt <laughs> toch wel om een beetje afstemming. Want zelfs als ja. mensen uh, helemaal ja. ervoor gaan. Zijn er toch altijd van, ja, maar ik heb uh, een verjaardag, oma, dit, ziekenhuis. Er is altijd wat. Ja. Dus je, je krijgt niet tachtig man zomaar bij elkaar. Maar de, de souplesse waarmee hij beweerde dat dat gewoon zo ja. geregeld kon worden. Had mij eigenlijk toen al uh, de wenkbrauwen moeten doen voor ons. En nou, dan heeft het ook wel gedaan. Alleen ik dacht van, nou, dat is, dat is een enorme loyaliteit. Jij hebt, begrijp ik, dezelfde ervaring gehad. Ja. Ik kan alleen zeggen, ik vind het vreemd. Het, het, het zegt niet dat, het, dat die mannen er niet zijn. Maar ik vind het vreemd. En dat is ook de reden waarom ik ja, eh, al een tijdje met jullie in gesprek ben: van ja, eh, klopt mijn onderbuikgevoel? Nou, het rare ja. is dat wat jij nu zegt: dat hetzelfde is met mij gebeurd. Wij hadden hier Ton Kuit in het verleden, die, die eh, bijeenkomsten bij, eh, bij BPOC eh, volgde. En met het verhaal kwam dat er 80, 80 politieagenten kwamen. Terwijl wij toen net een enorme struggle hadden met vier politiemannen. die we moesten weg. de geluiden moesten. stemmen voor. stemmen ja, voor. anonieme wezen. beeld. Adoniem, ik Bij had ons voorgesteld om een kartonnen, een kartonnen doos over hun hoofd te trekken. Weet je? Nou, en uiteindelijk. Alsnog, mocht het niet uitgezonden worden. hebben we ook ons volledig aan gehouden, natuurlijk. Maar ik vond het zo knap dat hij met 80. En toen heb ik, ik in no weet time nog, ook. In, in no, no time. time. En, en ja. ik, ik weet nog dat ik tegen Tom heb gezegd van. Uh, jeetje, maar, maar ja en nee, dat heeft hij helemaal voor elkaar. Oké. Okay. Ja, ja, dat datzelfde weet ik dus ja. van Police for Freedom. Van, en bij ons. Wij hadden dus, Nou, ik wist het niet van jou. Dus in januari dit jaar, en februari, hadden we allemaal. Wilden we allemaal met die agenten naar buiten komen? En uiteindelijk, uh, wij hebben een tafel van vier agenten ge 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 gekregen en we wilden daar een vervolg aan geven met anderen. Twee kwamen uh, met eigen, onder eigen naam en in beeld, zonder vervorming, twee anoniem met vervorming. En dat was een waanzinnige klus. Uh, en ik ben ontzettend dankbaar en blij dat deze mensen dat gedaan hebben. Toen kondigden uh, de kuitjes dit aan, hun project. En een week later hadden ze al 80 agenten aangemeld gekregen. Dat was echt in no time. En dat deden ze ook even naast hun gebruikelijke weekendverhoren. Het ging allemaal even tussendoor. Nee, Tom, dat, we hebben, in mei zijn we klaar en dan hebben we, we hebben een boek. En uh, dan gaan we weer een tussenrapport. Dus dat werd dat politierapport. Dat was, dat was onbegrijpelijk. Ja, in, in, in... Ja. Police for Freedom had exact dezelfde ervaring, die wou het ook en die kregen met zoveel moeite tien agenten. Ja, tien agenten. Dat die, en dat ja. zijn jongens uit de politie ja. die, die, die ja. dit doen. Police for Freedom is politie. Ja. Ja. En die krijgen dan zo, met zoveel moeite tien agenten aan tafel... Ja. Of, of voor de camera of wat ze ook van plan waren. Die dachten ook van nou, we laten het ermee zitten... want de BPOC die, die overdondert dat allemaal. En dat idee had ik ook. Nou, dan gaan wij toch wachten tot mei... want dan is dat rapport. En dan krijgen we een waanzinnig grote presentatie... 80 agenten tegelijk naar buiten... Dan hebben we in mei wat we nu niet voor elkaar krijgen met, ja. m, in, aan tafel. Ik ja. wist niet dat Police for Freedom hetzelfde deed. Ik wist niet dat jij hetzelfde deed. Ja. Maar blijkbaar zijn wij allemaal dus eigenlijk ja, geïntimideerd door het succes van de BPOC. Van de eerste, van de eerste uh, presentatie. zeg maar. Nou, dat of, succes. Maar, maar ook dat zij toen bekend maakten van nou, we hebben 80 agenten die komen dan naar buiten. Oh, ja, maar dat, ja, dat, dat, dat is een intimidatie. Ja. Ja. Dat kan je zo horen. Ja. Waardoor, ja. waardoor iedereen eigenlijk is, heeft gedacht van nou laat hun het dan doen. Hè? Het is fantastisch dat wat zij bereiken. Echt prachtig. Ja, maar bij mij lag het wel zo dat uh, het succes van het eerste boek, daar had ik bij van oké, okay, ze krijgen iedereen plat op deze manier. Hè? Dit is wel een fantastische manier om. Al die, 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 die uh, gebeurtenissen uit de samenleving, om die boven water te krijgen. Ja. Kijk, wij doen dat vanuit gesprekken. En dat doen we zo goed mogelijk. En soms is het wat beter dan de andere keer. Maar uh, dit is echt een hele grondige manier. En ik, ik vind het nog steeds een fantastisch initiatief. Uh, het idee is initiatief. Fantastisch. Mm -hmm. En uh, alleen ik, ik hoop. Kijk, um, uh, ik, uh, Pedro die zei hier aan tafel: van uh, ja, je moet maar zien, wij zijn ook maar uh, amateurs. Ja, maar op een gegeven moment is dat gewoon geen argument meer. Je, zit, je bent met iets bezig wat zo wezenlijk van belang is voor de hele samenleving. Dan moet je dat ook niet meer willen. Dan moet je ook zorgen dat het groter wordt dan dat je zelf bent. Maar dat geldt ook voor dat vaccinatiedossier, hè? wat zij er natuurlijk nu ook heel erg naar zich toe hebben gebracht. Bijwerkingen. Getrokken. Ja. ja, de bijwerkingen. Dat is natuurlijk ook in het landsbelang, hè? Ja, absoluut. Hè, absoluut. Dat er een onderrapportage is bij de bij het LAREP, dat, dat ja. weet eigenlijk iedereen wel die tot tien ja. kan tellen. Ja, wij weten dat, precies hoe groot dat onderrapportage. is. Nee, maar goed, is. dat is ja. een serieus probleem. Ja. En iedereen die nu denkt van, nou, ik wil een andere route vinden of ik wil serieus genomen worden of ik wil niet naar het LAREP toe, die gaat nu naar de BPOC. Ja. Ja. Um, en ja, als je dat niet aan kan, of dat je organisatorisch daar niet voor geëquipeerd bent, ja, dan moet je dat eigenlijk niet doen. Want dit, of, 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 je hebt ook het artsencollectief. Ja, ja. Dus ik, ik maak me ook daar grote zorgen over. Niet zozeer of het wel of niet klopt, maar je moet het wel aankunnen allemaal. Ja. Dit, is geen, dit is niet iets wat je erbij doet. Nee, ja, dit is. Daar, te is, te daar is ook achter de schermen heel grote ruzie over geweest. Dat, um, want ik heb dus ook. Uh, ge, uh, achter de schermen in de raad van advies gevraagd van ja maar weten jullie dan of dit politiedossier op zichzelf staat en hoe gaat het nu met die bijwerkingen en uh, ja toen kreeg ik te horen dat daar wel degelijk heel veel oneenigheid is geweest want zij fietste iemand in de uh, ja in de in de wielen die uh, met oversterfte bezig is ja. en dat is een zeer gedegen wetenschappelijke uh, en bekende man die wil de naam bewust niet noemen nou, dat is aan hem. Dat ga ik niet doen. Okay. En daar is, uh, daar is heel veel oneenigheid geweest, omdat zij hem eigenlijk in de wielen uh, voor, de, ja, voor de voeten liepen met die bijwerkingen. Door de, want bijwerkingen weer zijn heel erg niet verifieerbaar. Uh, we weten nog steeds. We, weten, we zien belachelijke cijfers met duizenden bijwerkingen, alleen al bij de BPOC. En dat kan. Dat, uh, uh, maar uh, het is veel beter om je te focussen op de oversterfte. Dan weet, dan, dat is echt gewoon, dat zijn keiharde cijfers. Nee, en uh, het, het is weer wind uit de zeilen, net zoals met die politierapporten, toen dus zowel Max als Police for Freedom als wij eigenlijk dachten van nou dan doen zij het toch? Ja. En dat nu ook op het gebied van bijwerkingen, iedereen achterover leunt. Ja. Want de waanzinnige hoeveelheid meldingen die zij binnenkrijgen, beweren te krijgen, die uh, zijn niet geverifieerd door. Enig ander persoon. Ik heb begrepen dat er nu pas uh, over een week komt er een klein team komt helpen. Dat wil zeggen dat Pieter Kuit uh, het hele dossier tot en met nu enkel en alleen zich, door zichzelf heeft afgehandeld. Uh, ja, zijn dochter Jade is, uh, heeft nog maar net haar baan opgezegd uh, om Fulltime voor de BPRC te gaan werken. Zal ook nog maar heel kort in dit dossier zitten. Zij is echt de notulist bij die getuigenverhoren. op de zaterdag of de zondag. Ik weet niet wat voor dagen dat zijn. Maar uh, dit is. Ja, het is zo groot. Ja, wat je zegt is: het is zo groot dat je het niet op deze manier zou moeten willen hij liet niemand toe ook. Dat, ja. het, al heel lang laat hij niemand toe. Uh, nou, ze top. hebben feitelijk twee hele belangrijke dingen. Nogmaals, ja. in het landsbelang hebben ze gekaapt of ja. naar zich toe getrokken. Ja. Waarschijnlijk met de beste intenties. Ja. Maar ja, we kunnen inmiddels wel stellen dat dat niet goed gaat. En, ja. Ja, als en ze, daarmee maak je meer kapot. Als ze hulp ja. nodig hebben, laat het weten. Ik, ja. bedoel, ik heb mijn hulp onbezoldigd aangeboden destijds met die live-productie. Ik heb sponsoren gevonden, maar ze wilden het niet. Dus ze houden het heel erg bij zichzelf. Maar dit is zo groot. Dat kan gewoon niet meer. Bij hè? ons, en ik heb dat trouwens nog helemaal niet verteld, dat is wel van belang omdat hij dat in die verklaring uh, noemt. Um, ik hecht belang aan het feit dat, uh, dat ik die presentatie voor en achteraf uh, doe. En dat ook de naam van de blauwe tijger in beeld is. Dus uh, daar bleek het voor hem op stuk te lopen. Dat is op zich heel raar, maar wij steken duizenden euro's. Die zijn we letterlijk in die productie nu kwijt. En uh, dan is voor ons als uitgeverij is het een, uh, een manier om dat terug te verdienen, is. Proberen dat filmpje onder eigen naam, dus blauwe tijger, zoveel mogelijk views te laten krijgen en daarmee mensen naar onze website te krijgen die boeken bestellen. Ja. Uh, dat is in elk filmpje van Blue Tiger is dat helder en duidelijk en sommige mensen vinden dat heel irritant. Maar die filmpjes maken wij gratis. Wij vragen bijna nooit om donaties en daar leven wij ook niet van. Dat kan ook niet. Wij leven van de omzet van die boeken. Daar bestaan een aantal huishoudens nu van, in Groningen. Uh, uh, overigens niet de mijne. Uh, ik sta zelf niet op de loonlijst, maar er zijn wel andere mensen die uh, keihard werken achter de schermen. Om films te monteren, om boeken te maken, om te, uh, te verzenden en alles. Ja, dan moet dus een zekere return on investment altijd. Dat, daar zijn die filmpjes nou. Anders blijft je niet bestaan. En iedereen met enig zakelijk besef snapt dat. <coughs> wij kunnen gratis films maken, maar dat kan alleen als wij aandacht hebben voor, de, voor boeken en, en dat logo komt in beeld. En, ja, goed. Wij zijn nou eenmaal geen, niet zoals jullie beide, een puur een videoplatform. Uh, dat ja, jij ja, bent meer nou, een ja. Wij zijn dat ja. ook aan het veranderen, hoor. Yes. Dus, ja. Ja, 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 ja. Nee, uh, helder. Ja. Uh, dus ik uh, heb dat, ja, goed, dat vergat, vergat ik nog even te melden. Wat, de uh, conclusie, wat is, wat is, de conclusie? Ik, heb, ik kan wel denken, hoor. Maar... Nee, wat, 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 wat ja? mij betreft is de conclusie dat we, dat we niet kunnen stellen dat er Iets niet in de haak zou zijn met de BPOC. Dan ga ik hier ook niet roepen. Ik wil ook niks insinueren. De enige reden waarom ik hier ben is omdat zij uh, zelf het offensief hebben geopend. Dus ik moet wel nu in de verdediging, helaas. Ja. Um, en de conclusie is dat het in ieders belang is dat ze zo snel mogelijk uh, leveren. Ja. Dat is het, hè? Ja, ja, Dus het moet nu gewoon. Het moet nu, ja. nu, nu moeten ze gewoon over de brug en, komen. En niet over een maand. Maar nu nee. En ook niet met ja. die nou ja, agenten. Ja. Dat is ook zoiets. Ja. Hij heeft zowel bij jou als naar mij ongelooflijk makkelijk gedaan over hoe hij over de agenda's van die tachtig agenten beschikte. Er was geen punt. Dat kon op de vrijdag, op de zaterdag, op de maandag. kon nog vier dagen van tevoren verschoven worden. Dat was geen enkel punt. Bij jou blijkbaar dus ook. Uh, en nu maakt hij al terugtrekkende bewegingen, van nou dat kunnen er ook wel 60 zijn, want ja de agenda, de agenda, de agenda. Uh, maar intern heeft hij ook al gezegd, van nou misschien dat ik met 10 of 20 agenten ja, naar nee, buiten ja, klopt, kom. Ja, ja. En dat, dat zou echt de totale dood van dit, uh, van dit rapport zijn. Dat nou, er staat hier, hè, 27 november ja. 2021, op deze datum oh. zal de identiteit van alle 80 agenten bekendgemaakt worden. Ook in het geval als zij niet allen fysiek aanwezig kunnen zijn. Dus dat betekent dat we weten wie het is, dat we kunnen ja. verifiëren ja. dat ze bestaan, dat ze ook actief zijn ja. in het politiekorps. Ja. Ja. En eh, als maar, dat, dat gebeurt, maar, dan God, zij dank. Ja, dus maar het zou, dat betekent, het betekent ook blijft. dat het tijdens een lockdown, hè, stel, want dat gaf je zelf aan bij een lockdown, kan dat in ieder geval wel bekend worden? Ja, dan moet het maar een maar livestream worden het, of zo, ja, maar, maar dan, het moet wel ook gewoon gebeuren. Ja, maar dan zou je die eh, namen zou je dus nu ook al bekend kunnen maken als het los te exact. koppelen is. Ja, maar dat zou ja. dus ook in de zomer al ja. gekund ja. hebben. Ik snap niet waar we op wachten. Nee. nee. Nou, ik wel. Nee. Ja, ik heb, nou, ik heb ja, maar wel goed, een dat, vermoeden. Ja, nee, dat vermoeden Maar dat ja, vermoeden, dus he, dus ik, ik nee, maar, is een insinuatie. Ja. Laten we ja. ze gewoon ja. in godsnaam de, het voordeel van ja. de twijfel geven. Ja, ja. ja maar Flavio... en uh, het, moet ja. nu, het moet gewoon nu opgelost worden. Ja. Want uh, ja, dit, dit schaadt gewoon de goede zaken. Nou, ja. dat, daar wil ik het dan nog even over hebben. Want de schade is eigenlijk veel groter dan dat we kunnen benoemen, bij wijze van spreken. Het heeft te maken met de integriteit van de, van de nieuwe media... Die staat voorop. Ik denk dat wij eigenlijk met elkaar bezig zijn om een heel nieuw mediacentrum te maken. Precies. Wat echt met andere waarden werkt. En dat we, zeg maar, de oude media hier uh, proberen toch uh, een, een toontje lager te laten zingen. Dus dat is een strijd op zich. Hè? Want we worden aan alle kanten worden we, uh, gedemoniseerd door die media. Terwijl het tegenovergestelde eigenlijk aan de hand is. Maar goed, dat is een proces, dat doen wij met elkaar. En BPOC is daar een onderdeel van. Is echt een wezenlijk onderdeel, maar ook een uniek onderdeel. Kijk, wij zijn nog uitwisselbaar op een bepaalde manier, maar BPOC was niet on, on, uh, uh, uitwisselbaar. Dus zeg maar, het belang van BPOC is zo groot dat ik het idee heb dat ze dat zelf helemaal niet in de gaten hebben. Ze beseffen niet hoe groot het belang is en de schade die hierdoor uh, uh, ont, ontstaat. Want. Het vertrouwen in, die, in al die mensen die meldingen doen. Waar, waar komt dat terecht? Wat is er met die politieagenten aan de hand? Wat wordt het, er zijn er ongetwijfeld 10, 20 politieagenten die, die wel een, een, een verklaring hebben gegeven. Maar wat, wat komt daarvan terecht? Wat hebben ze nu gegeven en hoe veilig is dat nog? Ja. Dus. Wat, wat, ik, wat ik toch zou willen uh, oproepen aan, uh, aan Pedro, leg nou alles neer. De strijdbel, et cetera. We hoeven niet boos op elkaar te zijn, maar werk samen. Maak je bloot, geef de gegevens en zorg ervoor dat we met elkaar gewoon door kunnen gaan met waar we voor staan. Alsjeblieft. sluit ik me graag bij aan. Ja, ja? ja. top. Dank jullie allen voor deze vervelende... اچھا